Gisteren was ik in Nantucket uh, bij David Petraeus. David Petraeus is de generaal die in, uh, eigenlijk meest bekend is omdat hij Irak eigenlijk uh, weer stabiel heeft gemaakt. De burgeroorlog heeft verminderd en hij was hier gisteravond om te vertellen over leadership en big ideas. Nou, en Irak, dat was echt wel heel interessant. Uh, hij is daarheen gegaan, hij was daar de baas en het was daar een ramp. Elke, elke dag waren er enorm veel doden, suicide missions. Er was een complete burgeroorlog tussen de Suïds en de Shiïds. En eigenlijk Amerika had het volkomen verpest. En wel interessant is om te zeggen hoe, wat zijn analyse was. Paul Brennan was de Nederlandse ambassadeur en die werd daar governor. Die werd daar de meest... Uh de hoogste in de rang en die heeft twee weken nadat hij daar gekomen heeft, die twee beslissingen genomen. A, hij heeft iedereen in het leger ontslagen en die al die mensen met een geweer gewoon naar huis gestuurd van sorry je hebt geen baan meer, er is geen enkele manier voor jou om meer te functioneren in deze samenleving, want je hebt in het leger gezeten. En B heeft hij iedereen die lid was, lid was van de politieke partij de baat van uh, Saddam Hussein... zijn. Heeft hij ook gewoon de deur uitgegooid. Alle burgemeesters, alle wethouders, iedereen op de ministeries, iedereen die maar lid was van de partij waar je eigenlijk lid van moest zijn, als je iets wil zijn, heeft hij ontslagen. Het hele land stortte zich daarna in chaos. Want ja, enerzijds had je een hoop guys die pistof waren met een geweer... ...die dus ook door Al-Qaeda werden ingehuurd. Hij zei, dat was een grote fout. En twee, iedereen met ervaring in het besturen van het land... ...en die ook gewoon wist hoe je olie, economie, elektriciteit... Eh, hoe, je de, hoe, je, ...hoe je de economie moest runnen. En die zijn allemaal ontslagen en er moesten allemaal nieuwe mensen voor komen. En dat werd dus een totale chaos, want dat werden allemaal siëten... En de Soenieten waren gewoon gefrustreerd. Het was toch een derde, van de vijf, een derde van de bevolking? En de twee derde nam eigenlijk de regering over en werd een beetje de dictatuur van de meerderheid. Dat waren twee besluiten die echt zo dom waren. Die zo dom waren van de Amerikanen. Ze hadden zo ongelooflijk snel eigenlijk alles uh, veroverd. En dat ging eigenlijk geweldig. De mensen dansten in de straten, waren helemaal enthousiast. Um, en die twee zaken hebben het gewoon helemaal verpest. Paul Brennan, thank you very much. En dat heeft triljarden gekost. Dat, dat heeft hij dus uh, gewoon verteld. En hoe die dan eigenlijk. Uh, die die search heeft gedaan. Want de search was eigenlijk toen alles misging... en eigenlijk iedereen riep van... Jo, kom met je mens, manschappen terug. Toen heeft uh, hij overtuigd aan uh, Bush... dat er 25.000 man bij moesten komen... van de 150.000. En hij zei, de search was eigenlijk helemaal niks te maken... met uh, meer mensen, maar vooral big ideas. Uh, op dat ogenblik zaten de Amerikanen opgesloten... in grote basisses En hij heeft gezegd... we moeten eerst de mensen zelf gaan beschermen. Hij heeft in... Uh, in Bagdad heeft hij 85 plekken geopend. Daar is hij mensen gaan beschermen. Hij is uh, gaan samenwerken met allebei de partijen ze bij elkaar gebracht. Hij heeft gewoon voor gezorgd dat mensen weer een gevoel hadden van veiligheid. En dat op een gegeven moment ook de intelligentie, de, de intelligence weer naar hun toe kwam stromen. En dat heeft dus enorm gezufd. Ook allerlei mensen betaald. Om op een gegeven moment rollen te gaan vervullen. En hij heeft eigenlijk die politiek teruggedraaid: van uh, dat je, iedereen die zich met Saddam Hussein had uh, verbonden. in het verleden, op een of andere manier, dat hij niks meer mocht doen. Dus daar heeft hij enorm veel succes bij gehad. Dus daar heeft hij over verteld. En dat big ideas veel belangrijker waren. dan meer mensen. op een andere manier de benadering doen. Uitermate interessante, uh, uitermate interessante vent. Hij heeft ook gewoon, uh, daarna is hij uh, zeg maar directeur van de CIA geworden. En er werd gevraagd: slaap je nou beter nu je dat eigenlijk weet? En uh, nou ja, dat was uh, uitermate interessant. Hij slaapt inderdaad uh, beter. En ik moet ook zeggen: als ik hem ook zie, hij is een intellectueel, PhD-man. Hij uh, werkt nu in uh, private equity. Uitermate interessante, wel, uh, welgesproken persoon die ook echt gewoon praat over hoe hij eigenlijk het hele leger heeft veranderd en hoe hij het heeft aangepast op uh, in plaats van gevechten tegen de, tegen de Russen in de Koude Oorlog met gigantisch grote battles, dat je eigenlijk gewoon in een land kan komen en dat je op een gegeven moment je moet aanpassen en dat je mensen het gevoel moet geven van beschermen. Dus daar praat hij over. En nu, nu zit hij in private equity, de KKR, en daar heeft hij een bedrijf van. Uh, ja, waar, toen hij er kwam was het uh, 65 miljard en nu is het 190 miljard investeringen. 1 miljoen mensen die overal werken en nu uh, zit hij dat uh, daar te doen. Uitermate interessante man. En ik hoop dat je dit uh, linkje onder gaat, onderen, gaat uh, bekijken. Wat, hij, uh, wat, wat voor een type het is. Want dit is het soort Amerika. Wat we eigenlijk uh, waar we leiderschap van willen hebben. Dat is, uh, we hebben ook uitge hij heeft ook uitgebreid gepraat over Trump en over wat hij daarvan vond. En uh, op zich is het natuurlijk duidelijk dat uh, hij was ook bijna minister van Buitenlandse Zaken geworden. Hij wil absoluut nooit minister, van minister uh, hij wil nooit president worden. Dat heeft hij ook gisteren ook weer eens uh, verteld. Maar uh, hij was bijna minister van Buitenlandse Zaken geworden. Dat is net niet uh, gelukt. Nou, dat, dat zal hij ook vertellen in dat, uh, in dat uh, videootje. Maar uh, ja, er zit een groep leiders in Amerika die gewoon nadenkt, die gewoon redelijk is, die internationaal is, die ook sociaal inclusief is en die gewoon ook denkt in termen van innovatie. David Petraeus, enorm de moeite waard. Helaas kon ik er niet bij komen. Ik werd meteen tegengehouden door politieagenten. Die zeiden van sorry meneer, deze man is te gevoelig, kun je niet bij komen. Hij had een Nederlandse vader, dat vond ik ook wel leuk. Hij was, die was captain. En die was met zijn 29ste was die, uh, kapitein van een, uh, van een schip. En, uh, en is toen uh, zeg maar naar Amerika gekomen. Dus hij heeft nog wat, maar het was niet genoeg om bij hem te komen om een interviewtje te geven. Dit was mijn laatste interview, denk ik, hier in Nantucket. Morgen vroeg ga ik, uh, ga ik weg. En, uh, maar volgend jaar ook weer nieuwe sprekers. Oké, okay, fijn weekend!